Dit is In de Podcast. Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Mijn gast deze week nog één keer voordat hij op vakantie gaat: Rob Jaspers. Mijn naam is Ruimel Jansen. En dit is jaargang 4, aflevering 164 van In de Podcast. Ja, Rob, dat groene, oranje NEC-shirt. Die zag ik niet aankomen? Wil voor de Vierdaagse? Ja, dat 4. Ja, nee, dat, dat, dat was iets nieuws. Ik ik het is natuurlijk heel leuk dat, dat je dat deelt, maar ik, ik vond de naam klokgroep iets te groot erop. Je, je, je moet juist dat intiem erop zetten. Je loopt voor de vierdaagse en ja. die kleuren. En je combineert dat met NEC. Dat is ja. gewoon prachtig hoor. Laat even ja, maar die zijn. klokgroep, dat was toch die sponsor die naar de rug werd gedegradeerd. omdat er een andere club was die meer geld wilde betalen? Ja, ja, ja Nextperia, ja, die meer gaat betalen. Ja. Maar dit is toch een. Kijk, de klokgroep is wel een Nijmees bedrijf. Hè. Ja. Dus uh, ik kan me er iets bij uh, ja. voorstellen. Of een regionaal bedrijf, zo moet je het uh, zien. Rob, we hebben een borst van onderwerpen, dus laten we snel verslag gaan. Um, ontgassen op de waal, daar hebben we het vaker over gehad. Um, daar had jij nog iets over? Gevonden. Ja, nou, kijk, nee, het punt is: vanaf 1 juli uh, is dit echt verboden. Ja. Uh, en ontgassen zorgt voor het in Lent. heb je bijvoorbeeld mensen die zijn er bezorgd over. Gaat over en over denk je. Over de waal, het, het, he? Dat het, het, hebben we niet het, gezegd. Ja, en uh, je, je denkt van het is opgelost. Maar de plekken waar je daadwerkelijk kunt ontgassen, die zijn er dus nog niet. En dan is er toch een angst: gaan mensen het nu toch ook weer illegaal doen? Dus, ja. Ja, het, het verbod per 1 juli zonder dat je geregeld hebt waar het dan wel goed kan. Ja. En betaalbaar kan voor die schepen. En dat mensen ook de route dichtbij... Ja, dat vind ik een slechte zaak. Dus eigenlijk uh, ja. uh, triest. Dus het wordt gedoogd, zullen we maar zeggen. Nou, het mag niet. Dus nee, uh, ja, maar, ja, ja. ze bedenken dan alternatieve oplossingen. Ja. Uh. Ik ben er een beetje sceptisch over. N nog iets. Die nieuwe weg, waar we het vaker over hebben gehad. Waar uh, recentelijk een, een, een dramatisch uh, dodelijk on ongeval plaatsvond. Um, daar is... Nou ja, nieuws. Daar heeft de gedeputeerde nou ja, de, nu eindelijk iets over gezegd. Ja, de gedeputeerde heeft gezegd van, god, ja, het moet aangepakt worden. Hij denkt aan een, een tunnel of een rotonde, uh, want hij vindt de, het met, met borden alleen, uh, volgens mij red je het niet. Nee. Maar als je zoiets hebt, dan weet je, dit gaat weer jaren duren. Ja. Wij, dit staat vanaf dag één dat wij hier die podcast ja. maken op de agenda. Je kunt ook tijdelijke maatregelen nemen die simpel zijn, zodat het veiliger wordt voor iedereen. Ja. Je moet dit niet willen. Dus ik ja, mooi dat je denkt aan grootse maatregelen, maar daarmee moet je die kleine stap ja. vooruit niet wegpoetsen. Ja, vorige, week, vorige week zeiden we dat is een beetje zuur natuurlijk, er moet eerst een dode vallen voordat er iets gebeurt. Nu is die dode er gevallen en er gebeurt er nog niks. Het, ja, is dus onnieuw, triest. Onnieuw, ik, ik om ik dat is heel te Ik ik vind dat je zeggen, moet maar... nadenken over tijdelijke, simpele maatregelen die duiden dat ja. dit punt ja. gevaarlijk is. En je hebt de tijd want de scholen hebben nu even vrij. Dus zorg dat er iets gebeurt voordat die nieuwe scholen weer starten. Als je over de sint straat rijdt en je ziet de eerste uh, linten en oude bankstellen langs de kant staan, dan weet je één ding zeker, dan komt de Vierdaagse eraan. Ja, ja kijk, dat, dat, dat is uh, standaard. Ik kende dat eigenlijk al vanaf het begin. Ja. Het, het mag nu niet in Nijmegen voor 13 juli. Rij je richting uh, uh, verder naar Malden, dan mag het pas na ja. uh, 16 juli. Uh, maar, maar het geeft iets aan van de sfeer, het karakter. Ja. Ik, ik, ik fiets ook langs een bord en ik, ik zag de reclame voor alle optredens jij dus de vierdaagse zijn en je komt toch in een andere stemming. En die andere stemming, kijk in de zomer, je hebt Nijmegen toch als muziekstad, we hebben net Bruce Springsteen gehad, ja. uh, dit weekend is de uh, Rabbit Hole. Dus het is, ja, ja, je komt in een andere stemming. Ah, het is ook weer een beetje het kapot formaliseren van iets wat eigenlijk al jarenlang goed gaat, uh. laten we eerlijk zijn. Ja, ja, van de andere kant, als ik het altijd langs fiets, dacht ik ook altijd van... ...god, mensen droppen hier een meubels die ze kwijt uh, willen. Maar er is een onderscheid tussen meubels en iets afzetten. Want vaak ja. zetten ze het af omdat vooral bejaarden een heel mooi plekje willen. Ja. Iets anders. Uh, Oud-burgmeester van Nijmegen, Guusje de Horst, was uh, uh, eigenlijk tot voor kort actief als... ...met een heel eerlijk woord, bestuurlijk aanjager van mensen met een beperking. Uh, maar die taak heeft zij beëindigd. Want ze kan niet door een deur met het gedachtegoed van de minister die daar zit, Fleur Agema. Die, uh, uh, ja... Niet lid is, maar aangesloten bij de PVV. Ja, ja ik, ik, ik zie dat meer. Hè? De wethouder van Rotterdam Amsterdam die heeft gezegd: Van God, uh, ik, ik, ik wilde niet met uh, mevrouw Faber maar praten niet bellen. Over, over als ja. u, niet, niet bellen. Nee. Ja, ik vind dat toch fout. Uh, ja, overigens uh, heeft die wethouder je, gezegd dat hij nou weer wel Ja, ja maar ik vind uit. het in die zin uh, fout ook van de, de Horst. Je moet met iedereen kunnen praten, ja. ook je grootste tegenstander. En juist dan moet je in moeilijke tijden, moet je juist op durven komen voor. Ja. Dus afscheid nemen als iemand er zit die jou niet aanstaat. Niet doen, nee, nee. verkeerd. Um, nog iemand, oud-wethouder van Nijmegen, Monique Esselbrugge. Ook oud-wethouder, inmiddels van de gemeente Eindhoven. Die keert weer min of meer terug in de regio, want die wordt um, directeur, meen ik, van de Food Valley. Food Valley, ja, dat ja. is van Wageningen enzovoort, de omgeving ja. dus uh, gekoppeld misschien aan de groene metropoolregio. Ja, ze woont hier nog steeds, dus toch dichtbij. Ja, is tot dus ergernis een... van de gemeenteraad van Eindhoven, hè, want die wilde die kosten niet ja. meer betalen. Ja. Ja. En uh, ik heb ook eens uitgezocht dat Monique Esselbrug in de tijd dat ze hier wethouder was ook de enige was die kosten, onkosten declareren. Dus heeft er een beetje een ja, declaratiegeschiedenis. Ja, ja. Hè? Maar uh, dat zal nu wel gecontroleerd worden. Ik wil trouwens ook mooie dingen zeggen. Ja, het oh ja. uh, uh, nou, is natuurlijk vervelen. A, de Vierdaagse stad hè, die, die daar aankomt. Maar ja. nou, toch ook uh, Nijmegen staat ineens op plek 5 als uh, uh, mooie bestemming, als een favoriete stad... onder de volwassenen in Nederland. Nijmegen is van plek 9 naar plek 5 geschoven. Je kunt natuurlijk altijd nadenken, wat zijn dat voor onderzoeken? Ja. Maar in alle steden staat hetzelfde. En is toch heel mooi naar plek 5. Amsterdam is gezakt van 1 naar 4. Utrecht staat nu bovenaan. Mooi vind ik trouwens ook, Maastricht staat op uh, plek 3. Uh, uh, dus uh, ik kom met Maastricht. ik zit altijd goed. En ik zit, in Nijmegen, ik zit eigenlijk altijd goed. En ik kan me beide steden ja. voorstellen. Ja. Uh, maar het is gewoon mooi nieuws. Voor wat het waard is. Voor wat het waard is. Overigens geef ik ook alvast aan... De monumentendagen die komen eraan op 14 en 15 september. En ik heb het een tijdje niet gedaan. Maar op 14 en 15 september vaar ik weer met uitleg oh. over de Waal met de pannenkoekenboot. Tegen een gereduceerde prijs. Je kunt het nu al opzoeken. En dan vertel ik toch weer het verhaal van hoe die Waal ja. en de omgeving verandert. Ja. En dat, dat tempo van verandering dat gaat nog steeds door. Waar kun je, je kaart kopen? Bij de pannenkoekenboot. Okay. Dan moet je ze even zoeken naar 14 en 15 september. Rob Jasper staat erbij. Waal toch. En dan, dan vind je het. Mooi. Dit is In de Podcast. Ieder jaar onderzoekt de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen een aantal thema's die actueel zijn in de stad. En die verzamelen ze in de zogenaamde stads- en wijkmonitor op. En dan moet je denken aan dingen als bevolking, onderwijs, uh, veiligheid, zorg, dat soort uh, thema's. Jij hebt die stadsmonitor uit je hoofd geleerd, zou ik bijna zeggen. Nou, niet uit mijn hoofd geleerd, want ik heb vooral uh, 13 pagina's aantekeningen gemaakt. En voor mij gaat het erom, er zitten heel diverse gegevens in. En ik, ik blader er altijd in intensief doorheen, omdat... Ja. ik fiets veel door de wijken, maar je ziet ook gewoon cijfertjes. Ja. En het gaat, gaat toch soms om te onthouden... cijfertjes als hoeveel inwoners je hebt. Maar ja. bijvoorbeeld ook... de groei van het aantal eenpersoonshuizen. Ja. Dus, He, voordat je uh, begint, hè, waarom wordt deze, dit onderzoek gedaan? Wat, wat, wat? Nou, Nijmegen wilde een beeld brengen. van wat, wat, wat gebeurt er in de stad en wijken? Ze doen er ja. ook onderzoek naar. En ik vind dat Nijmegen daar een prima naam mee heeft. Ze doen dat al decennia. Ja. En ik heb zelfs de oudste in huis. En dan zie je toch de verandering in de, in ja. de stad. Ja. Dus ik vind het altijd belangrijk om doorheen te gaan. En nou, wat je ook leert is... Uh, uh, het zijn maar optelsommen van wat vinden nou stadsbewoners de grootste problemen, wat vinden wijkbewoners de grootste problemen. En daar kun je toch van uh, leren. Ook zien mensen nou vooruitgang of zien mensen niet de vooruitgang, dat, dat komt er toch in voorbij. En ja, ik, 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 ik zie uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik, het zijn willekeurige uh, dingetjes die ik wat opnoem, is, uh, we hebben een enorme groei gezien van de bevolking. Hè? Uh, uh, mensen geven toch, dat vind ik mooi. Ondanks al het gemoppen krijgen woonbuurten toch een 7,6 van uh, mensen. Je ziet ook wat vinden gemiddeld. Ja, want bijvoorbeeld in Oost of in Dukenburg ligt dat toch iets ja, anders. Dat kan me voorstellen. Uh, maar tegelijkertijd, als je Dukenburg ziet, dan zijn de cijfers wat lager. Maar je ziet tegelijkertijd ook weer in zo'n rapport dat de meest groene wijk van Nijmegen is ja. Dukenburg. Toevallig dat je dat zegt, dat ik reed er gisteren doorheen door dat stukje <tus> daar Malfort en, en zo. En uh, 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 ja, Wat je zegt is helemaal waar. Het is ontzettend groen, maar toch heeft het ook toch iets. Troosteloos of zo, die wijking. Ik... Nou, ja. ik zeg altijd: je moet uh, verkeerd afslaan, de verkeerde routes Zeker. nemen. En dan kun je heel blij worden, ook in Dukenburg, ja. hoor. Uh, je, je, de, 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 de routes die, die, die moet je leren kennen. En je moet niet de hoofdwegen nemen, je moet afwijken, je moet door die buurten ja. trekken. Ja. Dan word je absoluut uh, verrast. Nou, Kijk, wat je ook leert is uh, hoe het aantal laadpunten, de elektrische auto's die stap voor stap toch groeien. Uh, uh, je ziet overigens ook dat uh, uh, de, de, steeds meer mensen in Nijmegen klagen. Over warmteoverlast in woning. Dat is sinds 2017 gestegen van 19% naar 31 Warmteoverlast in woningen. In woningen. Dan moet je toch bij, bij, stil, bij stilstaan, vind ik. Uh, iets anders opmerken, het zijn maar cijfertjes hoor. Uh, het aantal horecabanen is in een aantal jaren uh, uh, gegroeid naar 3200. Uh, nee. En zelfs de horecabanen in het centrum die hebben het aantal banen in winkels overschreden. Dat zegt toch iets over de verandering van hoe zo'n winkelgebied, het centrum eigenlijk... Terwijl ik terwijl haar ook qua medewerkers leegliep, vooral na corona. Veel ja, ja, maar dit anders, gaat uh... de nieuwe tijden na ja, corona, ja, 3.200 uh, banen. En Is dat te verklaren, waarom, waarom die groei daar zit? Uh, ja, misschien wat meer digitaal gekocht aan de winkels zakken. Maar ja, ja, mensen, Nijmegen ah, ja. wordt een groeiende stad, een jonge stad. Dus mensen willen toch eigenlijk die horeca ja. wellicht beleden. Ja, ja, en dat ja. zijn ja, toch ja. cijfertjes waar wij gewoon bij stil. Overigens ook na de coronatijd. Er is een record geweest afgelopen jaar. aan cultuurbezoek. Uh, dat, dat is een record geweest. Uh, en 736.000 mensen bezochten culturele evenementen in de stad Nijmegen. Ja, en, ja. en dat lag ervoor op 690.000. Het is gewoon. Je ziet hoe, hoe dat... Het zijn cijfertjes. Dat is de grootste trekpleister van, uh, van ja. cultureel Nijmegen gesloten is op dit moment. Dat is het Talk Museum. Ja, ja uh, dus, dus mensen gaan toch ergens anders ja, heen. Ja. Maar het, het, een ander cijfertje wat ik gewoon zie is... 24% van de huizen heeft zonnepanelen uh, op het dak liggen. Ja, Er is 20%. een enorme een groei uh, 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 geweest. Uh, iets wat je ook ziet is... Uh, Nijmegen is een werkstad, maar opvallend is... Uh, Dagelijks trekken, ondanks dat Nijmegen een werkstad is, uh, 45.000 Nijmegenaren trekken dagelijks de stad uit om elders een plek te vinden, hm. een werkplek ja. aan de slag te gaan. Hè? Ja. Is toch opvallend van, en dan komen er ook weer heel veel mensen van buiten, komen de, de stad binnen. Uh, het zijn cijfertjes waar, waar je bij, bij stil moet staan. God, kun je daar iets aan veranderen? Kun je meer werk dichtbij brengen voor mensen? Hoe, wat zou je daarvoor moeten doen? En moet je dat willen überhaupt? Dus dat is ook eerst eigenlijk ook een vraag, hè? want je, dit ga je natuurlijk nooit helemaal uitbannen. En, en nee, nee, maar ik of bekijk of, naar die cijfers, dat? ik ben geograaf van huis, en ja, dan kijk ja, ja. ik naar die cijfers en denk van, hé, hey, wat moet je daarmee? En daarom vind ik het leuk om door, door zo'n stadsmonitor te gaan. Nee, maar ook uh, omdat de thema's als mobiliteit en bereikbaarheid van deze stad uh, altijd actuele thema's zijn, en ook het gebruik van de auto ontmoedigd moet worden, maar dit soort cijfers, Goh, dan gaat dat voorlopig in ieder geval dan moet je dus op het moment dat je nadenkt, oh, moedigen van de auto, wat doe ik met het OV? Kan ik die werkplek met het OV bereiken? Ja. Of moet ik toch iets doen naar mensen van, hey, zoek die ja. werkplek dichterbij, denk erover na. Uh, andere cijfertjes die, die er zijn. Uh, ik, ik, ik zag toevallig, uh, uh, de Telegraaf had vandaag er een kop over, uh, de politie die zeer druk is met verwaarde personen. Ja. Nou, als je in Nijmegen kijkt, dat is eigenlijk ongelooflijk. De politie in Nijmegen werd afgelopen jaar in bijna met 2400 gevallen... Geconfronteerd van verwaarde personen waar zij moesten optreden. 2400 gevallen. Hè? Dat is gigantisch. Uh, uh, en dat betekent iets waar de politie zich moet bezighouden. Dat ja. De politie zegt, eigenlijk is dat niet onze taak. Dus uh, maar, maar met zo'n cijfers moet jij wakker worden van: hé, hey, hoe moet ik hier naar kijken? Wat moet ik hiermee uh, mee, moet, moet hier uh, doen? Ja. En dan iets, moet er een wethouder zorg zijn die dan op en denkt: hé. Hey... Ja, maar, maar vooral wat maar betekent dat? Ja. Uh, en en uh, je krijgt ook heel veel meldingen uit de buurt daarvan. Hè? Dus je, je, je moet daarbij bij, 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 stilstaan. En dat leert zo'n wijkmonitor. Kijk, uh, uh, iets wat je ook weer opnieuw ziet is. Um, 1700 kinderen in Nijmegen. die leven in gezinnen met armoede. Uh, 3500 huishoudens. die leven in Nijmegen onder een bewindvoerder. 3500, die, die komen dus niet, niet rond, hè? Uh, uh, 17.000 uh, huishoudens hebben gebruik gemaakt van de minimaregelingen afgelopen jaar. Ja. Dat zijn aantallen, dan, dan moet je bij stilstaan. Dan, dan zie je wat de betekenis is van armoede en de noodzaak van armoedebeleid in de stad. Het geeft ook aan dat die uh, regelingen die er vanuit de gemeente zijn, in ieder geval blijkbaar wel goed. Uh, beschikbaar zijn of gebruikt worden. En, okay. en daar is ook wel eens over gemopperd. Nou, ze zijn ook... beschikbaar, maar tegelijkertijd... afgelopen maand hebben ze weer besloten... die regelingen die moeten simpeler worden. Ze ja. moeten makkelijker te vinden ja. zijn. Want ja. je ziet die aantallen, maar er zijn nog steeds grote aantallen... die ze niet vinden. Hè? Uh -huh. uh, maar ze moeten vooral simpeler uh, 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 worden. Uh, ja, als ik er doorheen blader... Uh, je ziet overigens uh, Nijmegen autoloos. Je ziet een hele voorzichting daling van het, de eigen auto... In Nijmegen een hele voorzichtige daling. 4,5% maken inmiddels gebruik van een deelauto. 2% heeft, uh, leent zelfs de eigen auto uit aan meerdere mensen. Maar dit is nog maar minimaal. Maar, maar je zeggen, ziet er wel een trend in dat er iets. Uh, ik zou bijna zeggen, te verwaarlozen, die cijfers. Maar, nou ja, je moet de groei zien. Hè? Nee, je gaat van nul naar dingen. Dus ook nee, daar moet je ik. van leren. Alleen, ja. weet je, tegelijkertijd er ligt nog een geweldige opdracht. Uh, tegelijkertijd, wat, wat ik ook weer lees, is. Uh, de parkeeroverlast is een van de grootste problemen die genoemd worden door buurt. We willen autoloos worden. We krimpen een aantal parkeren. Als je niet het aantal auto's vermindert dan is dat een groei. Ja, ja, ja. En parkeeroverlast is op dit moment, volgens die stads en wijkmonitor, een van de grootste problemen in de buurt. Dan, dan moet je daar toch uh, uh, bij, bij, bij uh, stilstaan. Nou ja, en als je daarbij stilstaat als politiek, wat, wat is dan een stap die je kunt zetten? In jouw ogen? Nou, je moet in beeld krijgen, wat is de oorzaak van die parkeeroverlast? Hoe zit dat? Heeft je het te maken... het antwoord eigenlijk al, hè? Want het aantal parkeerplaatsen... Ja, ja het aantal parkeerplaatsen neemt soms... Maar, maar je moet er wel bij, 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 bij stilstaan. Ja. En ik, ik ken de oplossing niet, maar je moet, je, je moet wel de feiten kennen. Je moet niet te makkelijk oordelen van, hé, hey, we laten dat. Je krijgt heel veel meldingen. Uh, sowieso, uh, kijk, mensen zijn best tevreden over uh, uh, hoe hun buurt eruit ziet, hè? Maar tegelijkertijd, als het gaat om de openbare ruimte, kun je je bijna niet voorstellen. Nijmegen kreeg in 2023 42.000 meldingen van overlast binnen bij de meld, uh, meldingscentrales die ze hebben. En dan gaat het over overlast, over vervuiling, afval, 12.000 gevallen, uh, straatverlichting 3.400, uh, overlast 9.000 keer. Dus het, je, je moet wel na, hey, hoe, hoe moet ik dat? Mensen zijn tevreden. Ja. Maar er zijn ook veel meldingen. En dat betekent ook ja, iets voor die uitvoeringsorganisaties die die meldingen binnenkrijgen. Uh, ja, overigens zie je dat uh, het vertrouwen in het stadsbestuur, 40% bijna 40% is tevreden. En je ziet het overigens vooral in de hoogste welstandsklassen. Mm -hmm. De laagste welstandsklassen, die zijn het minst uh, tevreden. Misschien dat dat, ja, we hebben nu zo'n kabinet die zegt van hé, hey, we zitten voor toch die andere groep. Uh, maar het zegt ook iets in, ja. in, 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 in Nijmegen. Maar jij zegt 40% is... Um tevreden. Dat betekent dat meer dan de helft van de inwoners van Nijmegen. Nee, nee. Of ja, die, die maken, dat, die zijn dan neutraal heeft, over. Die zeggen of, niet. Nee, maar, die zeggen niet, niet tevreden. Maar nee. als je, wanneer spreek je uit, ik zeg dan ook geen mening. Nou, nou, maar 40 nou. laat nadrukkelijk weten van, hé, hey, ik ben tevreden. Ja, ik vind dat best een mooi uh, okay. uh, cijfer. Het okay. kabinet, geloof ik, dat ligt lager uh, ja. als je naar de Haagse politiek kijkt. Ja. Uh, je, uh, je, je gaat bijna op vakantie, je bent soepel, uh, merk ik. Uh. Nee, je moet altijd na, naar cijfers kijken. Uh, kijk, ik vind het bijvoorbeeld ook mooi, hè? Uh, dat is een hele andere uh, tak van sport. Hoor. In de creatieve industrie, in de makersindustrie, uh, de, de kunstenaars, daar werken toch... 4000, ruim 4.000 mensen. 4.000 mensen. Prachtig. Dat, dat ja. vind ik ja, zeker. Uh, waarvan 800, 1850 banen daadwerkelijk in de kunst. Maar je hebt creatief een stuk dik 4000. Prachtig. Uh, ja, dat vind ik toch. Ja, zeker. Dat, dat past bij uh, uh, Nijmegen. Uh, je ziet ook dat. Uh, Eentje nog. Eentje uh, ja. Vijf, dan kun je 35% noemen... Nijmegen verkeersveilig. Dat is ook maar een cijfer, maar dat was eerder hoger. Dus je ziet dat er toch een angst is, even gaan af. En je ziet ook steeds meer letsel onder oudere fietsers uh, in, in de stad. Er zit ja. een duidelijke groei in. Dus ik vind toch dat je daarna moet uh, kijken. Uh, ja, even naar de studentenstad. Hè. Nijmegen geteld uh, uh, 43.000 studenten op de hogeschool en de dus universiteit. Maar je hebt er ook nog een hele hoop eigenlijk op het ROC. Ja. En 20.000 studenten wonen in Nijmegen. Dus uh, ja, we zijn een jonge stad, een, een, ja, een studentenstad, ja. beweging uh, die, die, die voor beweging zorgt en die, die ook zorgt dat Nijmegen eigenlijk een, een stad is met, 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 met veel cultuur, kunst, dynamiek. Muziek, ja, zeker. Dynamiek en Afrondend, um, als je deze cijfers zo, uh, zo bekijkt, uh, wat, wat is jouw conclusie? Hoe staat de stad ervoor? Nou, ik vind dat Nijmegen uh, het is een groeistad We hebben een enorme impuls. Uh, ik, ja, ik, ik zelf vind Nijmegen een fijne stad. Uh, een, 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 ik, ik word altijd blij met een aantal jonge mensen. Ik zie ook de beweging. Uh, je kunt heel kritisch zijn over. Uh, uh, we hebben woningtekort. Tegelijkertijd, we zien net weer dat zowel uh, het, het slachthuis, daar is ja. een impuls gegeven aan de bouw. Ja. Na 2,5 jaar wachten nu, is nu de start 500 woningen. Ja. In, in Lent hebben we weer dat Thales aan het bouwen gaat 160. Net de start zijn gegeven afgelopen maand. Wil je toch voor dik bijna 700 ja, ja. woningen. Ja, zeker. Ja. En ja, 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 ik vind dat wel, wel mooi. Ja. Terugbladeren. Net als elke week. Bladeren Rob op Jaspers ook terug door oude berichten. Dat wil zeggen, deze week. We gaan eens kijken naar. wat we zo het afgelopen. Uh, eerste helft van het jaar. besproken hebben in deze podcast. Um, dus niet zozeer oude kranten op. maar een A4 met. Ja, onderwerpen waar we het zoal over gehad hebben. Ja, kijk. We uh, bladeren door ons eigen dossier. Kijk, de raad heeft afgesloten. Uh, even, we hebben net uh, de herbenoeming van Bruls gehad. Ja. Bijna weer uh, vergeten. Het uh, is een uh, derde termijn. We hebben toch uh, het, het centrumgebied. Uh, Hof van Holland is uh, ja? als winkelgebied geopend in, in de Waalsprong. Eigenlijk een start vooruit. Ja. En het hele centrum, dat zien we nu al aan twee kanten: hè? De, een, de oude kant van de Waal en de nieuwe kant van de Waal. Uh, we hebben natuurlijk gehad afgelopen jaar de sluiting van het APN. Ja, zeker. We hebben uh, ook gezien... Ook iets wat bijna twee jaar gelopen heeft. Hè? Dat onwerp, ja, uh, nee, ja, ja, maar APN. ik heb altijd geleerd... Uh, als mensen denken iets gebeurt vandaag... Uh, ja, nee, dat, dat wordt altijd morgen. Er ja. zit een traagheid in. Data zeggen mij niet zo heel erg veel. Ja. We hebben afspraken gemaakt over het vergroenen van het centrum. Ja. Overigens, triest daarbij... Men, er is een reizend parkje door de stad en dat heeft even aan de Waalkade gestaan. Nou, dat vond ik van een armoedigheid, dat wil je ja. niet weten. Nu staat overigens groen in de Broerstraat. En dat kleurt het weer wel. Daar, 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 de smalle straat, daar hebben ze wat bakken achter elkaar gezet. En dan denk je van, hé, hey, ziet er toch prettig uit. Maar ja. ik vind het nog steeds niks. Ik haal altijd Leeuwarden aan. Die hebben de vergroening van het stad ooit neergezet, vorig jaar, twee jaar terug... 200 bomen met groen die door de stad trokken, dat is deur of doen het ja, ja, ja. met vijf of tien bakken. Ja. Dat is geen lef, dat is dat dat past niet bij dat jong Nijmegen hè, nee, vind ik. Maar nee, 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 er zijn wel afspraken gemaakt en je, je ziet nu in de Broerstraat, En ik hoop, en als je nu bijvoorbeeld uh, door de Augustijnenstraat gaat, dan zie je die bomen eigenlijk die die hele straat overkruisen. Ja. En dat is eigenlijk ook is 20 jaar zeker. terug uh, gezegd: ja. hé, hey, we gaan de groen, daar zie je de, de plus van wat groene kan betekenen, zeker uh, ja. Problemen die gepasseerd zijn bij ons, is we hebben natuurlijk het gedoe van NEC gehad afgelopen jaar, dat stadion wel of niet. Inmiddels is het heel Oor, stil. stil. Uh, van uh, komt er een nieuw stadion? We hebben natuurlijk ook gehad, uh, en dat keert ook wel iedere keer terug, het gedoe over de openbaarheid. Hè? Uh, de stukken die de rekenkamer opgevraagd heeft. Uh, we hebben gezien hoe lastig het was voor sommige wethouders als ze fouten gemaakt hebben. Brom en dame over uh, het de taxichauffeurs die wel door uh, bepaalde routes kunnen. En toen we niet en, en toen, toen we wel, niet, maar gewoon niet durven te zeggen sorry taxichauffeurs, ja. maar dan toch even terugslaat. Ja, 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 ja. Brom die het had met hoe moeten we kijken naar uh, de Lindenberghaven. en die dan niet met de bewensers gesproken en ook weer gewoon niet kan zeggen sorry dit was dom. Nee. Um, wat je ook gezien hebt is de oppositie in Nijmegen in de raad heel vaak toch samen geopereerd heeft ja. het afgelopen jaar van VVD tot PvdA en Soms zie je daarvan, van wat je ziet landelijk, die acties van PvdA en GroenLinks, die toch besluiten van we gaan bij de verkiezingen één lijst maken. Over anderhalf jaar zijn alweer de verkiezingen. Ja. Zou dat in Nijmegen gaan lukken? Uh, ik, ik, ik zie soms... Dat PvdA GroenLinks toch stevige oren vrijgegeven of totaal anders opereert als GroenLinks. Dus ja. ik, ik, ik ben benieuwd. En ook bijvoorbeeld rondje lijsttrekkers ben ik daar wel benieuwd naar. Hè? In ja. de richting Wie gaan er allemaal door en wie ja. nemen er afscheid? Uh, ja. Ik heb zo ja. Wel, ja. ben benieuwd. Iets wat goed is geweest, zie ik continu terugkeren, is de armoede. Veel aandacht in de raad voor van een aantal ja. raadsleden en, nou, en ook die die het doen het vooral, hè? De, 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 de Partij van de Arbeid vooral. Uh, we hebben natuurlijk ook gehad uh, het drama van het Valkhof Museum. De miljoenen extra die dat kost met de vraag wat gaat dat betekenen voor dadelijk de vernieuwing van de Schouwburg uh, en de Lindeberg. Ja. De angst die er staat. We hebben ook de toon gehad van de VVD, waar we vaak bij stilgestaan hebben, hè? Nijmegen, de, 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 het college van de autopesters, ja. waarbij de VVD ook steeds de stadspartij uitdaagt van, god, hey, je zet weer dat kruisje bij GroenLinks, terwijl je toch ook voor die uh, auto was. Uh, dus ja, je ziet uh, het, de, de verandering. En wat ook heel traag gaat, we moeten van het gas af. Maar de projecten lopen enorm traag. En de, de vraag is: wordt dat uh, uh, waargemaakt? Uh, iets wat heel mooi is: Nijmegen denkt afgelopen jaar toch gezien. We hebben stappen gezet. Nieuwe die groeien in de groeiende stad. Hè? Bij de kanaalzone, bij de winkelsteeg, station Gofford. Uh, waar, waar actie ondernomen wordt. En daar heeft toch de raad besluiten ja, over genomen. Ja, zeker. Ja. Iets wat we ook gezien hebben is. Het afscheid, tijdelijk afscheid van raadsleden. Ja. Bouwmans, ja, Ramshuizen. Uh, raadsleden die toch afhaken, persoonlijke reden, de yep. drukte van dat raadswerk. De te graven, VWD. Uh, ja, ja het, het is een, een ja, raadsleden zijn toch een opgave dat combineren met thuis, vergt enorm veel thuis, tijd. En je kunt kritisch zijn aan raadsleden, maar dat is een enorme klus. Zeker. Nou ja, en als je zo dit lijstje uh, door, doorloopt, en volgens mij zijn we nog niet eens helemaal uh, aan het einde gekomen, dan kun je wel zeggen dat die uh, mago van lokale politiek, dat dat maar suf is en over uh, losliggende stoep gaat, dus het is bepaald niet het geval. Nee, nee, nee. Ik, ik heb altijd een zeer groot respect voor de ratio's onder kritiek die ik soms op ze, op ze heb. En uh, kijk, de uitdaging voor de komende jaren ligt, hoe was het OV, uh, de legale wiet die we net gestart zijn. En ja, hoe houden we het tempo van bouwen en hoe houden we dat betaalbaar? Ja. Dat, dat wordt to toch een, uh, ja. een opgave. Ja. Ja. En iets wat ik absoluut wil, we hebben het gehad over verwarde personen. Uh, er is een besluit genomen over de straathulpcoach. Ja. Vorige week. Hè? En, en ik, recentelijk, ik, recentelijk ja. nog. En, uh, en, en de vraag is: hey, welke hulp gaat u? Want je ziet in het centrum die overlast wel toenemen. Zeker. En de vraag is wat. Ja, ook in de ik, ik weet nog niet, er is wel een besluit. Ik weet nog niet of die is aangesteld of die in het slag is. Maar het vergt wel aandacht, ja. ja. De ja. overlast in het centrum. Dus uh, conclusie: er is nog voldoende te doen. Er is nog voldoende te doen, ja, in Nijmegen. Dit is in de podcast. Woensdag was de laatste raadsvergadering voor het reces. En, uh, Periode van rust die niet gelijk staat aan vakantie, willen politici altijd maar benadrukken. Um, maar dat betekende wel dat er op de agenda nog een ja, forse aantal uh, onderwerpen stond, uh, Rob, afgelopen woensdag. Misschien wel in het meest springende was uh, de discussie rondom de tippelzone. Ja, het is niet voor het eerst. We hebben er wel eens vaker bij stilgestaan. We hebben zelfs een terugblik eraan ja, gewijd. Zeker. Het staat er eigenlijk uh, uh, al, al decennia op de agenda. Um, is een discussie, de raad die wil het, het moet blijven, Bruls die, een, uh, die, uh, die wil de overlast beperken en uh, je ziet ook een tegenstelling zelfs tussen de coalitiepartijen, hè, GroenLinks uh, die, die absoluut wil van dit moet open blijven, deze een sessie die erop wijst van uh, ja het zijn wel verslaafde vrouwen nee. en die, die omdat ze geld nodig hebben tippelen en die vooral de nadruk willen leggen op de hulp die geboden moet worden. Wat, wat ik in de discussie van woensdagavond vooral hoorde is dat, uh, dat het positief is vooral dat die vrouwen in beeld zijn. We weten over wie het gaat, de politiek althans. Ja, ja dat was... Uh, ze hadden registratiekaarten, dan ja. wist je de, de naam. De rechter heeft verboden, uh, omdat twee vrouwen... die waren er in beroep gegaan, die vonden dat even... Ik, de, het is werk, je ja. hebt, je hebt ja, helemaal ja. geen recht ja. op onze naam. Uh, de gemeente, of de, de, de burgemeester en de wethouders... Grete Vissers, die hebben, die hebben juist die namen ingevoerd... zodat ze gericht hulp kunnen bieden, dat ze weten wie wie is. Ja. En ik snap dat, ja. En ik... ik, ik ja, ik vind vooral dat fenomeen... Sekswerk, we hebben het erkend, landelijk, als een beroep. Maar hier gaat het inderdaad gekoppeld aan die verslaving. En ja. dat vind ik toch wel iets ernstigs. Dat je gekoppeld aan de verslaving, je eigen lichaam. Ja, ja te koop aanbiedt. Ik, ik, ik worstel ja. daarmee. Wat is hier de juiste aanpak? En die hulp bieden om daaruit te ontsnappen. Toch is het zo dat Nijmegen. een van de weinige steden is in dit land. Uh, nog een van de weinige het om, steden. Het is niet gebeurd. Arnhem heeft nog een kleinere dan in Nijmegen. Maar nog minder, het is ja. overal verdwenen. De, de raden staat tegen. Want die denken op het moment dat je het opheft. dan ontstaat er meer uh, illegale uh, uh, activiteiten. Bruls die zegt van. Nou, je ziet in de praktijk. dat juist sekswerkers vaak thuis uh, werken. Die is ja. daar wat minder bang voor. Maar het gaat vooral om dat fenomeen. En dat hoor ik soms niet. D66 wijst er wel op de, de, de verslaafde vrouwen die daar staan, ja. dat, dat is iets anders dan ik kies zelfstandig voor een beroep als seks. vind ik althans. Ja, ja, dat denk ik. Dus ik, ik vind het een lastige en het is ook niet zo. Kijk, uh, Brand die riep uh, van de P van de A van God, we zijn altijd voor die openhouden van die uh, tippelzone geweest. Nou, ik weet nog hebben ook ja. in die terugblik gezegd dat de P van de A zelfs ooit al lang geleden ooit gezegd we moeten hiervan af, want ja. dat is niet de juiste route met verslaafde vrouwen. Nou. Dus ook daar zie je verschuiving soms van uh, meningen. Ja, zelfs de naamgever van deze podcast Indalis, is ooit nog eens uh, uh, in de knel gekomen. Ja, zou ik ja, haar ja, zeggen, ja. toen ze ja. die die, die wilden wilde verplaatsen, ja. als ik me het herinner. Je ziet overigens de omvang. Dat gaf ook. Uh, Brols had gezegd, dan mogen dat maximaal 20 uh, geven we een, een, een pasje wat nu niet meer mag. Maar je ziet het aantal dames is teruggezakt naar vijf, ja. terwijl dat vroeger veel meer was. Ja. Zes dames die komen af en toe, een paar keer in de maand. Dus de omvang. Van de tippelzone is wel verkleind ja. in, in, in de afgelopen ja. tijd iets anders. Wat uh, woensdagavond uh, uh, besloten werd: het ging over een woonraad. Ja, de woonraad, uh, de, 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 de gemeente wil of de politiek wil dat er een woonraad komt van waarin mensen die een woning zoekende zijn ook een stem krijgen als het gaat om nieuwe projecten. In de stad. Waarom zou je, je, dat, ziet, waarom zou je nou, dat willen? De, de, de reden is: uh, je ziet heel vaak uh, Nijmegen moet bouwen, wil bouwen, soms lastige locaties. Omwonen die gaan een beroep, die vertragen de boel. Maar wat ze uh, niet horen is: wie zit er nou allemaal op een woning te wachten? En die woonraad is die wil dat andere geluid laten horen. En die wil ook mensen die bezwaren maken met die mensen, die woningzoekenden, in contact brengen. Wordt dat op zich papier, vind uh, ik dat... wordt dat geen papieren tijger? Nou, kijk, als je het daadwerkelijk doet, uh, dan kan het wat wat helpen. Alleen wat 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 mij dan denk je: stelde een woonraad in. Ik zou al een fase eerder beginnen. Ik, ik bezoek zeer veel bijeenkomsten waar het gaat over nieuwe bouwprojecten. Ja. Wat mij er inderdaad dat het opvalt, dat zit grijs uh, zit daar. De directe omwonenden zit daar, die, daar zit een soort angst. Maar wat, wie dan niet komen, zijn de jongeren. Misschien moet je wel gericht uitnodigen als die, die, die sessies zijn in wijken, zorg dat er een groep woning. De zoekende is. Ja. Uh, mij viel bijvoorbeeld op de winkelsteeg, daar is nu gebouwd. Daar wonen vooral jonge gasten, starters enzovoort. Maar toen die plannen besproken waren, heb ik geen starter in de omgeving nee. gezien. Alleen mensen uit de omgeving die inderdaad kwamen. Hey, wat gaat dat ja. voor mij betekenen? Moet ik hier bang voor zijn? Ja, met andere woorden, ik kunt ook zeggen... die lokale politiek, die spreekt die mensen helemaal niet aan. En die hebben geen ja, je idee... Moet dat gericht, je, moet gericht, je moet gericht uitnodigen. Je moet dus inderdaad... Kijk, een woonraad is weer een formeel instituut. Nee, misschien moet je via entree... de woningzoekende dat mailtje laten sturen... Ja. Ja. van hé, hey, woensdagavond is er een bijeenkomst... dan hebben we het over uh, de, de woonflat... die komt bij de Hezelpoort... Uh, of ja. er komt een, ja, ja. een gebouw in... Uh, Hof van Holland komt erbij... Hé, hey, uh, kom kijken, praat mee wat wij hier willen. Kijk of jij hiermee uit de voeten kunt. Overigens. Ik zag uh, sommige politieke partijen deze hele woonraad al uh, als winstpunt binnenslepen in de, in de reservetijd, om het in zijn ek sferen te zeggen. Maar het is natuurlijk gewoon nog een onderzoek naar de haalbaarheid ervan of zo. Onderzoek naar de haalbaarheid. En, het, en je ziet soms overigens. Het is er dus, nog niks besloten. Het is overigens ook kopiëren van anderen. Want het, is, het, het voorstel kwam bij de D66. Nou, je moet gewoon landelijk kijken, dan, dan zie je dat D66 dat allerlei steden, dus zo'n landelijk item er overal neergezet uh, wordt. Voor mij is het belangrijkste, nodig vroegtijdig, woningzoekende uit, leg ze uit, welke bouwplannen ja. we in de stad hebben, toon ze de stad. Ja, en dan weer terug naar het autopesten en de VVD, want de Stadspartij die kwam gisteren met maar liefst, ik geloof, vier moties over die zero-emissiezone. Um, um, dus ja, die ja, zero-emissiezone uh, in het centrum en de benedenstad. Uh, iets overigens wat al heel lang geleden is aangekondigd, al in 2020. Uh, een landelijk fenomeen. We willen uh, minder uitstoot. Je woont dicht in de stad. Uh, gaan daar veel auto's doorheen die vervuilend zijn? Dan adem je dat toch in. Dan willen we wat minder. Uh, maar de vraag is: heeft iedereen die zero-emissie-auto? En uh, de stadspartij wilde uitzonderingen voor uh, mensen die in de benedenstad wonen. En die bijvoorbeeld een. Een bedrijfsbusje hebben die misschien nog niet kunnen betalen. Ze wilden een uitzondering voor de kermis, wat inmiddels ja. geregeld is. Ja, ja. Ze willen misschien nog een uitzondering voor de markt. Daar stemde, geloof ik, daar staakten de stemmen, geloof ik. Uh, nee, de stemmen staakten voor bij de bewoners in de stad met precies. een bedrijfsbusje. Ja. Uh, je moet er wel over nadenken, maar je, je moet inderdaad opleggen: is uh, verplichten. Niet iedereen heeft. Uh, de mogelijkheden. Kijk, er werd op gewezen dat talloze bedrijven hebben innovatiestappen gezet. Dat is heel erg mooi. Die, die komen met elektrische auto's, dat moet je waarderen. Maar er zijn ook bedrijven die die stap niet kunnen zetten. Omdat ze net overleven, die, die, die niet die nieuwe uh, auto kunnen uh, kopen. Dus daar moet je wel over, over nadenken en uh, de ruimte bieden. En, uh, ja, het is overigens nu dat de boetes, dat is weer de andere kant, het gaat weer traag. De boetes zijn uitgesteld tot, uh, dacht ik, augustus 2025, ja, dus je wordt wel gewaarschuwd Dus het loopt al van 2020, dus, dus ja, ja, ik zie wat, niet direct als auto Je, je moet de ruimte bieden voor verandering ja. uh, en de tijd daarvoor nemen. Ja, maar dan wil ik een winstpuntje voor de Stadspartij als het gaat over dat, dat beeld van dat autopest. Want dit hebben ze op zich natuurlijk wel gewoon uh, netjes onder de aandacht gebracht. Ze brengen het consequent onder andacht, ja. ook als het gaat om. Kijk, in, in, in de molenpoort, uh, dat wordt, wordt uh, gebouwd. Daar komen uh, 850 woningen. Ja. Uh, daar komen overigens uh, 1600 plekken voor fietsen om te stallen. Ja. Maar je krijgt geen uh, autovergunning als je daar komt wonen. En, oh nee. en, en, en dat vind ik overigens weer een lastige. Ik, ik, ik ben voor je zit in het centrum. Ik kan me voorstellen, hey, nee, geen auto daar. Maar daar komen ook mensen te wonen die afhankelijk zijn van een auto omdat ze ergens werken. Of ja, omdat, maar ze, uh, wonen ze wonen. Ze omdat ze wonen, omdat ze verzorger zijn voor, uh, aan het avond of op de, in de nacht op pad moeten. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja, ik vind dat dan weer te cru, te, te, te rechtlijnig. Geen woonvergunning. Echt die streep trekken. Ja, je je ja. moet dat in de praktijk beoordelen. En dan, dan vind ik dat de VVD wel een punt heeft. Zeker. hoor. Uh, en, vond, en nogmaals, ik... Doe drie kwart van alles wat ik in de stad doe op de fiets. 25% met de auto, maar dan kan ik niet zonder die auto. En dan gaat het om: de kleinkinderen verzorgen. Uh, uh, andere Tuurlijk. zaken doen met die auto no en, en dat geldt dat straks. Staan. En dat geldt straks ook bij de molenpot. En ik denk dat 80% die daar wonen geen auto heeft. Maar die 20% misschien wel. En ja. dan moet je een oplossing voor bedenken. Tot slot, uh, vorige week hadden we het er ook al even over: het zwembad. Uh, en de parkeervergunningen: het zwembad in uh, uh, hoe heet het daar? Winkelsteeg. Uh, en de parkeervrongen die daar bedacht zijn. Ja, het, het, uh, bij het sporten, kijk, uh, daar komen enorm veel parkeerplekken. Dat de stop, de gemeente Nijmegen gaat dat realiseren. Daar wordt 60 miljoen euro in geïnvesteerd. Uh, we hebben overigens nog één keer gezegd, je hebt er geen woord over gehoord. Uh, er komen steeds meer elektrische auto's. We hebben wel eens gezegd, wat betekent dat voor de inrichting van een parkeergarage? Ja. Ik heb er bij de discussie niemand over gehoord. Ik hoop dat ambtenaren er wel bij stilstaan, want die parkeergarages moeten in de toekomst veilig zijn. Ja. Bij dat zwembad, uh, ja, daar is het idee, die moeten toch de volle prijs gaan betalen, hoewel dat nog niet helemaal bepaald is, maar de raad is daar bang voor. En uh, de VVD had een motie van, god, dat moet 0 euro zijn. De stadspartij kwam met een motie van, god, college denkt daarover na. En die, die, die kregen uiteindelijk, dacht ik wel, een, uh, ja, die kregen een meerderheid en ik vind dat over nadenken. Ik, ik ben onmiddellijk gaan kijken hoe zit het in andere steden. En dan zie ik toch zeer vaak dat bij andere steden rond het zwembad er bijvoorbeeld... Uh, twee uur of een uur gratis parkeren ja, is. Zeker. Want je zult maar uh, zwemles nemen. Uh, dat is soms op moeilijke tijden, half vier, uh, je hebt twee kinderen, één kind haal je uit school of, ja, ja, en de goed. andere moet je ja. mee. Dat kun je niet meer. En de winkelsteeg ligt toch geïsoleerd van de wijken die eromheen zitten. Dus ik vind wel dat je erover moet nadenken. Zeker. Want we zien al bij zwemles dat mensen aan de onderkant soms dat minder doen vanwege de kosten, dan mensen die voldoende geld hebben. Ja. Ja. En als je iedereen wil... En dan is er, wordt er steun geboden. Maar als je dan moet betalen voor parkeren... Ik vind wel, je moet na, dus ik ben wel benieuwd. Ik geloof dat in september uh, er meer helderheid moet komen. Ja. Maar een optie is dat je bijvoorbeeld zegt... Heb jij zwemles? Dan krijg je van het zwembad een uitreikkaart... Dat het gratis is. Dat als je uh, ja, sporters uh, hebt... Dan denk ik van... God, Misschien moet je daar anders over nadenken. Maar je kunt uitzonderingen maken die heel gericht zijn... Op wie daar komt en voor welk moment dat daar komt. Het zit erop voor, deze, uh, voor dit uh, eerste deel van het jaar, moet ik zeggen. Um, ja, er is uh, genoeg te bespreken. Er zijn genoeg onderwerpen. Het leeft, hè? De politiek. Ja. Hebben we hebben het over de stationzone gehad. We hebben het niet eens over de stationzone gehad. Ja, want de stationzone, toch heel even, uh, toch ja. even aangeven. Als, als slot. Uh, daar zijn, nog net voor het zomerreset is er een, een, een ontwerp gebiedsvisie neergezet. Waar eigenlijk uh, de, de fietskracht die eerst gepland ja. was, en verlaagde fiets. Ja. Die is in de prullenbak beland. Dat was toch te gevaarlijk. En nu heeft men. Ik, ik werd heel blij, een andere oplossing bedacht. Men heeft. Uh, de bussen uh, die blijven aan de kant van Hotel Mercure en aan ja. de kant van, uh, laten we zeggen, het uh, oude belastingkantoor. Daar gaat men in de toekomst niet praten over plannen voor nu en twintig jaar. Ja. Uh, uh, onder het belastingkantoor, dat wordt afgebroken. Daar komen keerlussen, ja. komen er rondheen het bus en aan de andere kant met Mercure ook. En dan hoeven die bussen niet meer over dat hele plein te rijden. Nou ja, het is goed dat je er nog even over begint. Hè. Het is wel een redelijk spectaculair plan wat daar ligt. Uh, Ik vond ligt uh, een visie tot richting 2050, dat wordt intensief gebouwd van uh, Vergunst, die sprak als optimisme. We gaan hier het groenste station van Nijmegen maken. En uh, wat ik zag, leek het erop. Je moet het wel waarmaken. Uh, wat ik ook zag, is uh, dat duiken oude plannen op. De spoortunnel wordt versmald en over de spoortunnel wordt ook gebouwd. Dat is een plan. In 2000 heb ik dat al een keertje gezien. Er komt veel hoogbouw. Je krijgt een ander uiterlijk en wat vooral neergezet wordt. Eigenlijk. Moet het centrum hier straks al beginnen qua beleving? Als je nu op het plein staat, ja. dan zie je een leegte waar je maar één gedachte hebt. Hier moet ik zo snel mogelijk weg. Ja. Dat was overigens ook het ontwerp. van De, de, de man die dat ontwerp ontworpen heeft, ja. had dat ook: je moet zo snel mogelijk hier weg. Ja, ja. Of op de trein, of naar het centrum. Ja. Maar nu is het idee, bij het station moet de centrumsfeer al beginnen. Ja. En ik werd geïnspireerd hoe ze de plinten invulden met cafés, ja. Deze bedrijven, voorstel, hè, sportschool. Dat, uh, moet nog naar de raad. Dat moet nog maar, naar maar de die... raad. Dat komt uh, in, in september, oktober, dacht ik, komen uh, de, naar de visies. Ik, ik vond het inspirerend. En wat ook inspirerend was, men heeft toch geluisterd naar de kritiek op eigenlijk die fietskrachten. Ja, ja. Uh, toch dat, mooi. Dat gaat een bak geld kosten. Dat gaat heel veel geld kosten, maar er komen ook 2000 woningen dat geld geld opleveren. Ja. Overigens bij die woningen, aanvankelijk was het idee, dat moeten vooral starters in, jonge mensen. Maar nu op die avond hoorde ik ook, iets wat belangrijk is inderdaad, er moeten ook hechters komen. Ja. Er moet ook ruimte gebouwd worden, woningen gebouwd worden voor mensen die hier langdurig we willen blijven, zitten. Ja, Want die zorgen voor karakter, die zorgen voor ook, laten we zeggen, dat, dat mensen elkaar ontmoeten, dat er sfeer komt in ja. zo'n gebied. Goed. Nu is het echt vakantie? Maar niet van Vincent Kantrein, want van hem verwachten we nog een column. Die is morgen vrijdagmiddag vanaf 4 uur te lezen op indepodcast.nl. En dit was aflevering 164. Redactie en productie zoals altijd in de handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen, techniek David Van Haren, audio nabewerking Thijs Jacobs Deze zomer publiceren we zeker nog podcasts, niet elke week. En daarover lees je meer op onze website. Dit is In de Podcast.